Ik voer meestal tussen 7 en 8. Ligt eraan of ik moet werken. Of het weekend is. En normaal staan ze dus allemaal voor de deur te drammen eigenlijk. Dat ze willen eten. Maar als het dan nog donker is, dan zie je dat ze rustig aankomen scharrelen. Ze zien natuurlijk niet zoveel. Dus het gaat eigenlijk veel gemoedelijker. Die zwijnen staan niet hier alles om te gooien nog. De kippen zijn relaxter, ze zijn er nog niet eens allemaal. Waar is de rest? Ik ga even kijken waar de rest is. Fluffenderkuiken zitten hier nog. Ja, die zijn natuurlijk eigenlijk een soort verbannen uit hun hok. Omdat daar nu allemaal kleine kuikentjes voor in zitten. Nou, ik doe even het hok. Kijk, er zitten er dus nog een heleboel binnen. Goedemorgen, dames. Het is ochtend en er is al eten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zitten er nog in. 12 zitten er nog in. Nou ja. Dan lopen er hier nog 2. Die slapen in het pipohok. Ga maar eten. Er is eten, dames. Maar gauw. Dan hebben we natuurlijk nog de kuikens. De kuikenvoer gaat in de garage. Hè? Een kleine Pino weet dat. Dus die komt dan wel achter me aan. Oh, daar hebben jullie ook weer. Nou, oké. Hier staat het licht van de garage aan, dus hier kunnen ze wel wat zien. Dus ze hebben hier ook maar wat gekregen. Nou, even naar de kuikens. Hè, poffen jullie, want dit is graan. De legkorrels hier waren op. Dus die krijgen graan voor ontbijt. Dat is wel chic, hè, maar daar krijg je dikke kont van. Maar dat geeft niet in de winter. Nou, die zitten ook al te wachten, zie ik. Oh, ze hebben nog eten. Gisteravond al gegeven, maar ze zagen het natuurlijk niet. Dus je hoort er meteen in de... Jongens, kijk, hier staat etenstand gaan. Nou, het is niet een beetje vroeg om een ei te leggen. Het is 8:05. Maar goed, een eitje bij het ontbijt is natuurlijk altijd lekker. Nou, dan moeten ze er dus uitspringen. Soms doen ze dat eerst in het hok, soms ook meteen naar buiten. Ik had hier wat voer gestrooid, maar als ze dus nu in één keer naar buiten springt, dan zit ze bovenop haar vriendinnen. Hoe ga je het doen? Op zijn brama's, gewoon baf. Blijf je nog even zitten. Nou, ze blijft nog even zitten, geloof ik. Klonk. Zo. Oef. Zo, nou hè. Nou, Cheetah is ook over de dood van haar kind heen. Dus die gaat ook weer verder waar ze mee bezig was. Nou, is het hok nu leeg? Ja, goed zo. Iedereen is weer tevreden. Legkorrels, wortels. Konijnenvoer. Die gekke bruine die zit daar altijd bij die konijnen als enige. Hier ook wortels. Lekker. Kom maar. Een mooie voor de film. Goed zo. Nog een mooie. Ja, daar gaat hij. Het is een soort speelgoedbeestje waar je hard in knijpt, hè? Nou, mooi hoor.